Het is prachtig weer om kermis te vieren. Fijn voor de exploitanten met name. Want die mensen moeten er hard voor werken en moeten er ook geld verdienen. En als het weer dan mee zit, dan loopt het allemaal lekker voor hen. En daarom ben ik ook voor hen blij dat het zo mooi weer is. En we zullen hopen dat dat een beetje blijft in deze kermisweek. Kermis komt eigenlijk weer, zoals heel veel feesten, van de kerk. Kerkmis. Wat gebeurt er namelijk vroeger? Dan werd de kerk gewijd en daarna werd dat gevierd. Dus het begon in de kerk en daarna was er een groot feest, een volksfeest. Onze kerk, hier de Martinuskerk, die is pas gewijd in 1962. De kerk was in 1954 klaar. Dat wil zeggen, ongeveer klaar. Er moest toch nog van alles aan gebeuren. En door allerlei uitstel werd het pas 1962 dat de bisschop is gekomen in juni om die kerk te wijden. Daarmee die verbinding van kerkwijding en dat feest dat erop volgde, dat volksfeest, is een jaarlijks terugkerend feest geboren dat vooral een familiefeest is geworden. Dat zie je ook nog heel goed hier in onze Gennep. Je merkt dat de families bij elkaar komen en feest vieren. Met allerlei attracties die eromheen zitten. Kijk, men heeft de kerk zo'n beetje losgelaten, maar niet het feest dat erbij hoorde. En daar geniet men dan volop van. Jarenlang ben ik hier met jongere missionaars de kermis opgegaan. En dat was op donderdagavond. En dan genoten we met z'n allen volop ervan. Ik meer van het kijken dan van het meedoen. Ik heb me af en toe laten verleiden om mee te doen met de kermis. En ik weet nog dat ik een keer in het spookhuis meegegaan ben. En ik kwam eruit. En ik was nauwelijks buiten of ging tegen de vlakte. Ik kan heel moeilijk tegen dingen waar je zo'n beetje dol van wordt. Laat heb ik me ook nog eens laten verleiden om met de botsautootjes mee te doen. Nou, dat heb ik geweten. Ik kwam er bont en blauw uit, want ze zeiden ze zouden mij met rust laten. Met die botswagentjes, maar dat gebeurde natuurlijk niet. Dus iedereen die zocht mij om te kunnen botsen. Maar al met al, ik geniet er nog ieder jaar van. Ik ga voortdurend kijken in die dagen en als ik dan zie hoeveel plezier die kinderen en de jeugd hebben, ook de oudere jeugd, dan vind ik dat prachtig. En als je ziet, de mensen hebben allemaal goede zin. Ze ontmoeten elkaar, ze zijn vriendelijk. Het is een vrolijke familiestemming. Het enige, wat ik al zei, men heeft de kerk losgelaten. Alleen het feest heeft men vastgehouden. En dat is van de andere kant toch wel een beetje jammer. Dat is weer een jaar of 10 geleden, denk ik. Toen had ik een van die kermisexploitanten zover dat we erover dachten om het jaar erop de kermis te beginnen op zondagmorgen met een mis op het terrein van de botsautootjes. En daar was hij enthousiast voor. Maar helaas, die man die stierf het jaar erop en is dat hele plan niet doorgegaan. Ik had het eigenlijk wel mooi gevonden. Want toen opende de kerk nog, kermis nog, op zondagmorgen. En de laatste jaren is dat verschoven naar de zaterdagavond. Maar toen was dat nog zondagmorgen. Dus het was een mooie inzet. Afijn, ik denk zo bij mezelf. We hebben dan die kerk losgelaten. En wel het kerkelijk feest, wat er dan bij hoorde, die kermis, blijven vieren. Ik geef maar een gedachte. Zou het niet leuk zijn als u volgende week zondag, bij de sluiting van de kermis, ook eens naar de kerkmis kwam. Om zo die link weer te leggen. En om zo samen een waardig slot te geven aan dat oorspronkelijke kerkmisfeest. Een vraag?
U kijkt maar wat u doet. U bent welkom.